Wij gaan vanavond met elkaar nadenken over zondag 11 en 12 uit de Heidelbergse catechismus. Dat zijn de vragen 29 tot en met 32. U kunt dat allemaal volgen in uw eigen liturgie. En sommigen van u kennen ze uit het hoofd. Vraag 29. Waarom wordt de Zoon van God Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? Het antwoord luidt: omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost, en omdat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Vraag 30. Geloven dan ook zij in de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en heil bij de heiligen, bij zichzelf of ergens anders zoeken? Antwoord: nee. Door dat te doen verloochenen zij de enige zaligmaker Jezus, hoewel zij hem met de mond roemen. Want één van tweeën, of Jezus is geen volkomen zaligmaker, of zij die deze zaligmaker met een oprecht geloof aannemen, moeten alles in hem bezitten wat tot hun zaligheid noodzakelijk is. Vraag 31. Waarom wordt hij Christus, dat is gezalfde, genoemd? Antwoord: omdat hij door God de Vader aangesteld en met de Heilige Geest gezalfd is tot onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil van God ten aanzien van onze verlossing volkomen geopenbaard heeft. Tot ons enige hoge priester, die ons met het enige offer van zijn lichaam verlost heeft en met zijn voorbeden steeds voor ons pleit bij de Vader. En tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert en ons in de verworven verlossing beschut en behoudt. Vraag 32. Maar waarom wordt u een christen genoemd? Antwoord: omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben en daardoor deel heb aan zijn zalving. Opdat ik zijn naam belijd, mijzelf als een levend dankoffer aan hem overgeef, met een vrij en goed geweten in dit leven tegen de zonde en de duivel strijd, en hierna in eeuwigheid met hem over alle schepselen zal heersen. Tot zover de tekst van deze twee zondagen. We zijn aangekomen bij de bespreking van de 12 artikelen des geloofs. En daarvan hebben we het eerste gedeelte overdacht, dat handelt over God de Vader. Het derde deel over de Heilige Geest is uiterst kort. Het tweede deel over de Zoon is uitermate uitvoerig. Dat is zo in de geloofsbelijdenis, dat is ook zo in de behandeling daarvan in de catechismus. En het begint met het allereerste, namelijk met de namen van onze heiland. Jezus en vervolgens de naam Christus. We worden bepaald bij deze namen en de betekenis ervan. Het verbaast me altijd weer hoeveel mensen de betekenis van hun eigen namen niet kennen. Maar ook in de Bijbel zelf wordt heel vaak de verklaring van de naam gegeven, omdat die heel veel zegt over de persoon. Soms zien we dat God of later ook de Heer Jezus namen geeft aan mensen, aan discipelen. Namen zijn betekenisvol. En in Matteüs 1, vers 21 wordt ons al verteld dat God aan Jozef de opdracht geeft het kind dat geboren zou worden Jezus te noemen. Yeshua, van een Hebreeuws werkwoord dat redden betekent. Ik heb mij langer over verbaasd waarom de Statenvertaling het woord zaligmaker gebruikt. Want strikt genomen betekent dat woord helemaal niet redder. Zalig maken is niet hetzelfde als redden. Redden vooronderstelt dat je in de macht van iets of iemand je bevindt waaruit je bevrijd moet worden. En ik heb het antwoord gevonden. Het is Luthers schuld. In de Duitse versie van de catechismus staat ook zeligmacher. Maar in de Latijnse versie staat salvator, in het Frans sauveur, in het Engels savior. Dat is de correcte weergave. Want Savior, Sauveur, Salvator, dat betekent redder, verlosser. En het wordt ook in de verklaring gezegd in Matteüs 1. Hij wordt Jezus genoemd, want hij zal zijn volk verlossen van de zonde. Dat wil zeggen, bevrijden
uit de macht van de zonde. Toen de herziende Statenvertaling in bewerking was, heb ik er zelf zeer op aangedrongen dat het woord zaligmaken vervangen zou worden door heiland of redder en het woord zaligmaken door behouden. Maar helaas, ik heb niet in alles mijn zin gekregen. Maar hij heet zalig, zoals het hier staat, omdat hij ons van al onze zonden verlost. Dat is de bijna letterlijke weergave van Matteüs 1. En omdat bij niemand anders enige zaligheid, lees, enige behoudenis te zoeken of te vinden is. Dat is een punt van buitengewone betekenis. Dat begrijpen we allemaal. Het is onverdraaglijk voor ons dat het christendom een van de vele wegen tot God zou zijn. En dat er nog allerlei andere wegen zijn die langs een omweg, die voor ons duister en vreemd mogen zijn, uiteindelijk toch op dezelfde bergtop lijken aan te komen. Nee, wij kennen allemaal het woord van Petrus in Handelingen 4. Er is onder de hemel maar één naam gegeven waardoor wij behouden, heb je dat woord weer, we behouden kunnen worden. De naam van Jezus. Hij zegt dat daar tegen het Joodse volk. Maar er zijn vele gelegenheden waarbij je dat weer zou kunnen herhalen. Het betekent ook altijd dat christenen daarbij arrogant mogen overkomen naar Joden en moslims of naar hindoes en boeddhisten of wat dan ook. Het is ook een van de redenen waarom de christenen in de vroege kerkgeschiedenis overleefd hebben. Er waren honderden godsdiensten in het Romeinse Rijk die allemaal verdwenen zijn. Omdat ze allemaal bereid waren water in de wijn te doen en een wierook te branden voor de keizer. En van al die godsdiensten is niets overgebleven. Behalve twee die dat weigerden. Het Jodendom en het Christendom. En die bleven volhouden, het christenen, er is maar één naam onder de hemel gegeven. Of zoals Paulus het zegt in 1 Timotheüs 2 vers 5, er is één middelaar tussen God en mensen. De mens. Interessant, de mens Jezus Christus. God die mens geworden is, is de middelaar tussen God en mensen en niemand anders. Ik wil daar niet te veel over zeggen, maar zelfs als we Romeinen 2 goed tot ons laten doordringen, waar de mogelijkheid gesteld wordt dat mensen nooit het evangelie gehoord hebben en toch met hun hart hongeren en dorsten naar het heil, naar het eeuwige leven. En Paulus laat doorschemeren dat als er zulke mensen zijn, God hun genadig zal zijn. En daarbij moeten we altijd twee dingen goed bedenken. Als er zulke mensen zijn in de geschiedenis, die het evangelie niet kenden, en die toch gehongerd en gedorst hebben naar het heil, dan kan dat alleen doordat de Heilige Geest dat in hun harten werkte. En door niets anders. En ten tweede, als zulke mensen behouden zouden zijn, dan is dat uitsluitend op het werk, op grond van het werk van de Heer Jezus, ook al hebben zij dat werk zelf ooit hier op aarde gekend. Er is maar één weg des heils. Maar nu is die catechismus natuurlijk tot stand gekomen in de tijd dat de gevoeligheden naar Rome nog heel sterk waren. En daarop zinspeelt natuurlijk die volgende vraag. Geloven dan ook zij in de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en heil bij de heiligen, bij zichzelf of ergens anders zoeken? En u begrijpt wel dat het woord heiligen hier niet zozeer het woord heilige is zoals we dat in het Nieuwe Testament kennen, waar het eenvoudig een aanduiding is voor de gelovigen. In het Engels is dat wat gebruikelijker om over de saints te spreken en daarmee eenvoudig de gelovigen te bedoelen. Nee, hier gaat het over wat in Rooms-Katholieke kring de heiligen worden genoemd. Mensen die na hun sterven, vaak lang na hun sterven, heilig verklaard zijn op grond van hun leven op aarde, op grond van wonderen die door hen zijn verricht enzovoort. Dan kun je natuurlijk afvragen of de Rooms-Katholieke leer inderdaad dat zegt wat hier staat. Dat Rooms-Katholieken hun heil niet alleen zoeken bij Christus, maar ook bij anderen, naast Christus, bij de heiligen. Bij wie ze aan wie ze vragen om voorbeden voor hen te doen, of tot wie ze zelf bidden. De officiële leer van de katholieke kerk zal dat altijd ontkennen, en terecht natuurlijk. Er is maar één heil, ook zij hebben met dat woord van Handelingen 4 in hun Bijbel staan, er is maar één weg des heils. Maar in de praktijk ligt het heel wat ingewikkelder. Ik heb in Russische kerken rustig gezien hoe mensen daar binnenkwamen, vooral vrouwen
die achter elkaar het beeld van Christus voorbij lopen om zich neer te buigen voor het beeld van Maria. Ik heb hetzelfde gezien in Rooms-Katholieke kerken in Polen. Ik heb het gezien in Grieks-Orthodoxe kerken. Overal in katholicisme, maar ook in de orthodoxie, zie je vooral vrouwen die onmiddellijk hun heil zoeken, mag je toch wel zo zeggen, bij Maria. En ik denk dat aan zulke vrouwen en ook mannen dit fijne onderscheid niet erg besteed is. Zij zoeken hun heil bij de heilige en daar is dit tegen gericht. Maar om fair te zijn moet je dus altijd wel onderscheid maken tussen de officiële katholieke leer en het katholieke volksgeloof. Maar ja, de katholieke kerk is net als de PKN een volkskerk en dan kun je dus ook heel wat volksgeloof verwachten. Daar gaat het hier om. En dat kan natuurlijk ook nog dat je het heil bij jezelf zoekt. Zoals die beruchte professor in de hervormde kerk in de jaren 50 zei, wat de genade betreft, geef mijn portie maar aan Vicky, een berucht geworden woord. Hij wilde het ook van zichzelf verwachten. Toen zei hij het ook, ik wil voor mijn eigen zonde staan als ik voor Gods aangezicht sta. Dat is het heil bij jezelf verwachten. Of ergens anders, waar het ook maar mogen zijn. Ruimte bieden voor de persoon van Christus, maar daarnaast is er toch ook nog van allerlei ander soort waar een mens ook zijn heil bij kan zoeken. En daar gaat dit artikel, deze vraag, heel scherp tegen in. Zo scherp dat hier gezegd wordt, of Christus is geen volkomen zaligmaker, hij is hoogstens iemand die bijdraagt tot je heil, of al je heil moet je in hem verwachten, maar dan ook nergens anders. Met een oprecht geloof stel je je vertrouwen op hem en op niets anders. En misschien het mooiste voorbeeld daarvan in het Nieuwe Testament vind je in de Colossensebrief. Als je tussen de regels daardoor leest, dan lijkt het erop dat die gelovigen in Colosse erg onder de indruk waren van wereldse leringen. Wereldse filosofie, maar ook Joodse leringen. Allerlei soorten van leringen. En als je goed leest, dan krijg je de indruk dat zij zeiden, Christus, dat is prachtig, dat is mooi natuurlijk. Dat is heel erg belangrijk ook. Maar daarnaast, er is toch nog ook zoveel anders waar je van kan leren en waar je zegen van kan ondervinden. Er is geen brief van Paulus waarin zo sterk de persoon van Christus wordt benadrukt. En als hij dan ook in Colossenzen 2 vers 8 waarschuwt tegen die menselijke leringen, zowel die van de heiden als die van de joden, dan stelt hij daartegenover niet een christelijke leer, een christelijke theologie, een christelijke filosofie, maar Christus zelf. En dan volgt daarop, en dat is een prachtig woord in de Colossenzenbrief, dat de hele volheid van God woont in Christus. Hij gebruikt een woordspeling als hij dan zegt, en wij zijn in Christus tot volheid gebracht. Dus God vindt alles voor zijn hart in deze mens, in zijn geliefde zoon en wie hij een welbehagen heeft. Zijn volheid is in hem. En Paulus zegt, en onze volheid is ook in hem. En daarnaast is er niets anders. Het gaat om Christus alleen. Geen brief maakt dat duidelijker wat Paulus betreft dan deze Colossense brief. Zoals het hier in de catechismus staat, zij moeten alles in hem bezitten wat tot hun zaligheid noodzakelijk is. En ik durf er wel aan toe te voegen wat voor hun aardse levensgeluk noodzakelijk is. Wat voor hun wandel op aarde noodzakelijk is. Een christen vindt in Christus alles wat hij nodig heeft. En dat wordt hier op buitengewoon belangrijke wijze benadrukt. Nou, zondag 11 levert ons inhoudelijk, wat de uiteenzetting van de leer betreft, niet zoveel moeilijkheden op. In zondag 12 liggen veel meer van dat soort leerstellige aanknopingspunten. Want de eerste naam was Jezus, de tweede naam is Christus. Je kunt er trouwens over twisten of dat een naam is. Je kunt ook zeggen het is een titel. Christus komt van een Grieks werkwoord dat zalven betekent en komt overeen met Messias. Een verbastering van Mashiach, het Hebreeuwse woord voor gezalfde. Messias en Christus betekent dus hetzelfde. Het is eigenlijk meer een titel. Het duidt aan een heel bijzonder karaktertrek van hem. Hij is de gezalfde van God.
Nou moet ik in eerste plaats dit zeggen, en dat staat hier nou juist niet. Als wij vandaag denken aan Christus als de gezalfde, als de Christus, als de Messias, dan denken wij allereerst eraan dat hij de gezalfde koning van Israël is. En dan hou je een hele tijd je mond en dan komen de dingen die hier staan. Christus is een van de dingen waar, Israël is een van de dingen waar de catechismus weinig tot geen aandacht aan geeft. Het is, ik zeg maar vaak, een leerboek voor beginners. Als dit de alfa-cursus voor gereformeerden is, dan zou er een beta-cursus mogen en moeten komen waarin dat probleem ook uitvoerig aan de orde komt. Maar hier zou je als eerste verwachten, hij is de gezalfde koning van Israël. Zo kwam hij. Als hij verwacht wordt door zijn eigen volk, als Petrus het uitspreekt, u bent de Christus, de Zoon van de levende God, Matteüs 16, dan denkt Petrus niet aan de dingen die hier komen. Die wel waar zijn, maar dan bedoelt hij daarmee in de eerste plaats, u bent de Messias waar wij zo lang naar uitgekeken hebben. Goed, dat vind ik moet er wel even bij verteld worden. Wat de catechismus vertelt, is ook zeer belangrijk, maar dan als iets wat in tweede instantie daar ook onmiddellijk op moet volgen. Je zou je namelijk de vraag kunnen stellen, Christus de gezalfde, wanneer is hij dan toch gezalfd? Ik heb het meermalen van rabbijnen gehoord die zeiden, hoe kun je nu zeggen dat Jezus de gezalfde was? Wie heeft hem dan gezalfd en waar is hij dan gezalfd? Met wat voor olie is hij dan gezalfd? En het antwoord op die vraag vind je eigenlijk in rechtstreekse zin maar op één plaats in het Nieuwe Testament. En dat is in de toespraak van Petrus tot Cornelius en de zijnen. Handelingen 10 vers 38. God heeft Jezus van Nazareth gezalfd met de Heilige Geest en met kracht. Dat is een typisch Grieks idioom. Dat betekent hij heeft hem gezalfd met de kracht van de Heilige Geest. Dus je moet niet vragen waar is de olie waarmee hij gezalfd zou zijn. Hij heeft een hogere en grotere zalving ontvangen. In het Oude Testament vind je maar één keer een zinspeling erop en dat is in Jesaja 61. Waar de profeet zegt, de geest van de Heere Heere is op mij doordat, zo vertaal ik dat, doordat hij mij gezalfd heeft. Dus de geest is op mij dankzij de zalving. En een tweede zinspeling vind je bij David, dat is wel bijzonder in 1 Samuel 16. Als David gezalfd is te midden van zijn broers tot koning over Israël, dan staat er onmiddellijk daarna, dat was natuurlijk wel een zalving met olie, maar er staat onmiddellijk daarna dat vanaf dat moment de geest des Heren hem begon aan te drijven. En daarin is hij een prachtig type van de Heer Jezus, de grote zoon van David. En we weten natuurlijk wanneer die zalving met de Heilige Geest heeft plaatsgevonden. In Lucas 3, Matthäus 4, daar wordt het beschreven bij zijn doop in de Jordaan door Johannes de Doper, waar de Heilige Geest op de Heer Jezus neerdaalde. Zelfs zegt Lucas in de lichamelijke gedaante van een duif. Daar wordt het woord zalving niet gebruikt. Maar als je dat verbindt met Handelingen 10, dan zie je, daar is hij gezalfd, niet met olie, maar iets wat veel groter is, waar de olie alleen maar een heenwijzing naar is, een beeld van is. Gezalfd met de Heilige Geest. En in Psalm 45 lezen we dat hij gezalfd is met vreugdeolie boven zijn metgezellen. Een woord dat in Hebreeën 1 toegepast wordt op de Heer Jezus als een profetisch woord. In de reformatorische traditie wordt grote nadruk gelegd en terecht op het drievoudig ambt van Christus. En daarmee verbonden ook op het drievoudig ambt van de gelovigen. Evangelischen kennen dat zo niet, maar het is een mooie gedachte en het is een verrijkende gedachte. En u vindt het hier ook keurig terug, want vraag 31 of het antwoord, daarin wordt eerst gezegd dat de Heer Jezus gezalfd is met de Heilige Geest. Hij is door God de Vader aangesteld en met de Heilige Geest gezalfd. Over dat even tussen twee haakjes, dat aangesteld. Het is mooi in Psalm 2, als je daar de vertalingen naast elkaar legt, dan zie je de ene vertaling zegt, ik heb mijn koning gesteld over Sion. En de andere vertaling zegt, ik heb mijn koning gezalfd over Sion. Dat is namelijk een ander soortig woord dat je op beide manieren kan weergeven. Misschien dat de schrijver hier daaraan gedacht heeft. Hij is gesteld en gezalfd met de Heilige Geest. En dan worden die drie ambten van de Heer Jezus hier
in deze volgorde weergegeven. Als profeet is hij gezalfd, als hoge priester en als koning. En u weet natuurlijk dat dat in het Oude Testament ook zo gegaan is. Hoewel wat profeten betreft we dat bijna nooit lezen. Ik noemde al Jesaja 61. En je kunt ook denken aan de opdracht die gegeven werd aan Elia op de Horeb, waar hij de taak kreeg om Elisa te zalven tot zijn opvolger. Maar daarmee zijn de schriftverwijzingen wel uitgeput, maar twee is ook voldoende om het idee te begrijpen. Hij is gezalfd tot profeet. Hij is gezalfd tot hoge priester. U weet, de priesters werden in het Oude Testament gezalfd. Niet alleen de hoge priester, maar ook zijn zonen. Bij hun inwijding in Leviticus 8 en 9. En elke volgende hoge priester die het ambt van zijn vader waarnam, ontving diezelfde zalving. En dan nog het ambt van koning, daar denk je eigenlijk het eerste aan. Saul werd gezalfd, maar vervolgens David en elke koning uit het huis van David ontving dezezelfde zalving. En in alle drie opzichten vind je hier verwijzingen naar de persoon van de Heer Jezus. Hij is de ware profeet, hij is de vervulling van Deuteronomium 18... waar Mozes het aankondigt dat er ooit een profeet zou komen in zijn plaats. En wat hij daar zegt over deze profeet met een hoofdletter wordt meermalen in het Nieuwe Testament toegepast op de Heer Jezus. Hij is de vervulling van dat woord. En we hebben de hele Hebreeënbrief om te zien dat de Heer Jezus ook onze hoge priester is. Wij worden in het Nieuwe Testament beschreven als priesters, daar kom ik zo op terug. Maar hij is de hoge priester. Wij worden in het Nieuwe Testament omschreven als degene die met Christus zullen regeren. Letterlijk als koningen regeren. Hij is de koning der koningen. Dus eerst gaat het over zijn ambt. En het is de moeite waard om te zien wat de catechismus van elk van die ambten vertelt. In welk opzicht is de Heer Jezus onze profeet en leraar, wordt erbij gezegd. Het is eigenlijk niet helemaal hetzelfde, maar vooruit. Maar er wordt deze inhoud aangegeven. Die ons de verborgen raad en wil van God ten aanzien van onze verlossing volkomen geopenbaard heeft. Ja, ik zou zeggen, in de eerste plaats heeft hij niet alleen Gods wil geopenbaard, hij heeft God zelf geopenbaard. Dat vind ik eigenlijk nog belangrijker. Als je denkt aan Johannes 1, vers 18, de zoon die in de schoot van de vader was, die heeft hem doen kennen, hem verklaard, hem geopenbaard. Niet alleen maar dat wat God over ons besloten had, maar hij heeft God zelf geopenbaard. Hij zegt het in Johannes 17, ik heb uw naam geopenbaard. Hij heeft ons verteld wie God ten diepste is, zoals alleen de Zoon hem kende. De Zoon kende hem van eeuwigheid af als de eeuwige Vader. En met name in de geschriften van Johannes ligt daar de nadruk op. Hij heeft ons de Vadernaam verklaard. Maar dan ook vervolgens volkomen geopenbaard de verborgen raad en wil van God. En je zou je kunnen afvragen, gaat dat niet erg ver, volkomen geopenbaard? En dan denk ik aan dat wondere woord dat de Heer Jezus uitspreekt in Johannes 15. In de laatste nacht van zijn leven op aarde. Moet je je voorstellen hoe die discipelen hem zulke domme vragen hebben gesteld, zouden wij zeggen. Ze hadden ook nog niet de Heilige Geest ontvangen. En toch zegt de Heer Jezus, makkelijk te onthouden, Johannes 15, vers 15. Alles wat ik van mijn vader gehoord heb, dat heb ik jullie bekendgemaakt. Ik heb niets achtergehouden. En de motivatie die hij daarvoor geeft is dit, jullie zijn mijn vrienden. Vrienden betekent intimiteit, vertrouwelijkheid. Zoals God Abraham zijn vriend noemde en van Abraham zei in Genesis 18, zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen. En wat de Heer Jezus daarvan zijn discipelen zegt, geldt eigenlijk voor alle gelovigen. Wij zullen een beetje voorzichtiger zijn om de Heer Jezus onze vriend te noemen, ondanks dat prachtige lied, welk een vriend is onze Jezus. Maar hij noemt ons zijn vrienden in de zin van zijn liefhebbers, dat betekent het woord letterlijk, maar vooral in de zin van intimi. Zijn vertrouwelingen aan wie hij zijn hart openbaart. En daarmee ook de raad van God openbaart.
de verborgen raad en wil van God. Je zou je kunnen afvragen, is dan alles van die raad geopenbaard? Nee, we kennen een tekst uit Openbaring 10, waar de 7 donderslagen spreken en waar gezegd wordt, dat mag niet onthuld worden. Er mag nog wel iets overblijven. Maar voor degene die heel graag Deuteronomium 29, vers 29 citeren, de verborgen dingen zijn des Heren, de geopenbaarde dingen zijn voor ons en voor onze kinderen, die mogen dan wel bedenken dat die verborgen dingen des Heren onmiddellijk daarna in hoofdstuk 30 worden onthuld. Want die geopenbaarde dingen zijn daar dat God zegt, als jullie bij ontrouw worden, dan zal mijn straf over jullie moeten komen. Dat zijn de geopenbaarde dingen. En dan zegt hij, maar de verborgen dingen zijn dit. Als jullie dan verstrooid zullen zijn over de aarde, dan zal ik met mijn geest in jullie harten werken en dan zal ik jullie terugbrengen naar jullie eigen land. Je zou kunnen zeggen, zelfs de verborgen dingen zijn ons geopenbaard, precies zoals de catechisme die zegt. Je vindt in het Nieuwe Testament 14 verschillende verborgenheden. U mag het zelf uitzoeken als huiswerk voor de volgende keer. En al die verborgenheden zijn ons geopenbaard. Dat we ze niet altijd snappen en niet altijd daar goed studie van gemaakt hebben. En dat het voor de wereld nog steeds verborgen is, dat mogen zo zijn. Maar in beginsel, door Gods geest, zijn al die dingen ons geopenbaard. En hier wordt gezegd, de grote profeet heeft dat voor ons gedaan. Door zijn eigen woorden, maar ook door middel van zijn dienstknechten, de apostelen. Het tweede ambt is dat van de hoge priester. En als je de Hebreeënbrief goed bekijkt, ik zei het gisteravond nog in een toespraak, dan zie je dat dat ambt van hoge priester ook bij de Heer Jezus, net als in het Oude Testament, in twee grote delen uiteenvalt. Het ene aspect is dat wat de hoge priester slechts eenmaal in het jaar deed. Dan had hij ook witte klederen aan, niet zijn gewone klederen. En dat was het verzoeningswerk volbrengen op Yom Kippur, grote verzoendag. Eenmaal in het jaar. De andere dagen van het jaar had hij zijn hoge priesterlijke kleding aan en vertegenwoordigde hij het volk voor het aangezicht van God in het heiligdom. Want hij droeg de namen van het volk op zijn schouders en op zijn borst. En die twee elementen in de hoge priesterlijke bediening vind je hier exact zo terug. Onze enige hoge priester, er zijn vele priesters, maar er is maar één hoge priester, die ons, dat is het eerste deel, met het enige offer van zijn lichaam verlost heeft. En het tweede deel is dit. Met zijn voorbeden steeds voor ons pleit bij de Vader. Het ene is eenmalig. Hij heeft maar eenmaal zijn lichaam overgegeven in de dood. Zoals grote verzoendag maar eenmaal in het jaar plaatsvindt. Maar wat de hoge priester elke dag deed, dat is wat de Heer Jezus ook elke dag voor ons doet. Hij zegt het in Lucas 22 tegen Petrus. Ik heb voor jou gebeden dat jouw geloof niet zou ophouden. En dat mag voor ons allemaal een bemoediging zijn. Waar zouden we zijn zonder de voorbeden van de Heer Jezus? Hebreeën 4 vertelt ons hoe we de toevlucht mogen nemen tot de troon der genade om barmhartigheid te vinden en tijdige hulp in alle omstandigheden van ons leven. Hebreeën 7 vertelt ons hoe door de bediening van de Heer Jezus hij volkomen ons kan behouden. Dat wil zeggen, ons veilig aan het einde van onze aardse reis kan brengen. Petrus schrijft dat de rechtvaardige ternauwernood behouden wordt. Dat betekent heel menselijk uitgedrukt, daar is heel wat voor nodig. Om die gerechtvaardigde mens ook nog eens veilig op zijn eindbestemming te brengen. Nou, hier hebben we het antwoord. Hij is degene, zegt Romeinen 8, die daarboven bij God voor ons pleit. Of voor ons bidt, of voor ons tussen beiden treedt. Wat je vertaling ook mogen zeggen. Dankzij zijn dagelijkse voorbeden voor ons. Zoals Aaron dat deed in de woestijn. Heeft toch nog een deel van Israël uiteindelijk het beloofde land mogen bereiken. De grondslag is eenmalig gelegd op het kruis. Maar wat de Heer Jezus sinds zijn verheerlijking in de hemel voor ons doet, dat is elke dag voor ons tussen beide treden bij God de Vader. En het derde ambt. Hij is een eeuwige koning. Dat betekent ook, zoals het al staat in Daniël 13, dat er aan zijn koningschap tot in eeuwigheid geen einde komt. In het huis van David was het uiteraard zo dat een koning aan het eind van zijn leven stierf en het koningschap overdroeg aan zijn zoon.
Het hoge priesterschap precies hetzelfde. Interessant genoeg, een profeet, dat is juist geen erfelijk ambt. Dat is de uitzondering in de drie. Daarom is een profeet ook heel, heel bijzonders, want elke keer moest een profeet opnieuw geroepen worden. Dat is niet overdraagbaar. Je ziet het bij de grote profeet Samuel. Van zijn zonen wordt niet veel goeds gezegd. Dat is geen overdraagbaar ambt. Maar hoge priester en koning wel. Maar Christus is eens en voor altijd hoge priester. In Hebreeën 5 wordt benadrukt dat hij geen opvolger hoeft te hebben. En zo is het ook met zijn koningschap. Een eeuwig koningschap. En als we ons mogen beklagen dat het koningschap, dat koninkrijk Gods ook een van die waarheden is die in de catechismus misschien wat weinig aan de orde komt, hebt u in elk geval hier een heel belangrijke aanwijzing en veel verderop in de catechismus ook nog als het gaat over het Onze Vader, uw koninkrijk komen. Nou, dat ligt nog heel ver in het verschiet. Maar hier wordt gezegd dit, van deze eeuwige koning die ons met zijn woord en geest regeert. En dat is belangrijk. Ik herinner me ooit een bijbelbespreking. Tjonge, hoe lang zal dat niet geleden zijn? Misschien wel 30 jaar geleden. Waar ik een opmerking maakte over, naar aanleiding van Efeze 5. Over hoe we met Christus zullen regeren. Zo was ik al een beetje opgevoed. Als het over het koninkrijk ging, dan gingen we meteen erover uitweiden dat wij met Christus zullen regeren. En toen stond er een Engelse broeder op. Ik moest hem notabene zelf hardop vertalen. En die zei, ja Willem, maar wacht even. Wij zijn nu de onderdanen in dat koninkrijk. En nu regeert Christus over ons. Het gaat in het koninkrijk niet alleen maar om wat er straks zal gebeuren als wij met Christus regeren. Wij zijn nu hier op aarde de onderdanen van de koning. De volgelingen van de koning. En hij regeert nu over ons. En dat was volkomen terecht. En als je zo in het openbaar terecht gewezen wordt, dan vergeet je dat ook nooit meer. Zo ging dat. Die ons door zijn woord en geest regeert. Hij is onze koning, hij is onze Heer. Geen mens kan besluiten om de Heer Jezus aan te nemen als zijn heiland, zijn zaligmaker, zonder dat hij hem ook zou aannemen als de Heer van zijn leven. In Romeinen 10 lezen we dat je niet alleen moet geloven met je hart, maar dat je met je mond moet belijden dat Jezus Heer is. En als je dat doet, zul je behouden worden. Dat is heel belangrijk. Zullen we direct bij de volgende vraag nog wel zien. Maar hier vind je al dat hij met zijn woord en zijn geest over ons regeert. En regeren, dat komt van het Latijnse rex koning. Het is als koning regeren. Hij is de heer van ons leven. Maar niet alleen regeren. Een goed koning is ook de beschermer van zijn onderdanen. Daarom staat er, die verlossing is verworven op het kruis, maar ook verworven voor elk van ons persoonlijk door het zaligmakend geloof. Maar hij beschut en behoudt ons ook in die verlossing. Dat is wat ik daarnet al zei. Hij zorgt door zijn voorbeden, maar ook door zijn woord en geest, dat elk van ons, als we de Heer Jezus mogen kennen, ook veilig het einddoel zal bereiken. Dat hebben we te danken aan hem die onze profeet en hoge priester en koning is. Als profeet onderwijst hij ons door zijn geest. Als hoge priester pleit hij voor ons door de geest. Als onze koning regeert hij ons door zijn geest. Maar, zegt de catechismus, dat Christus Christus heet, dat begrijp ik. Waarom worden wij christenen genoemd? En het antwoord dat hier komt is niet direct wat je misschien zou verwachten. Als ik het antwoord had mogen bedenken, had ik iets veel simpelers bedacht. We vinden dat woord christen namelijk 3 maal in het Nieuwe Testament, 2 maal in het boek Handelingen. De gelovigen in Antiochië lezen we, die werden voor het eerst christenen genoemd. De tweede keer vindt u het bij koning Agrippa, die tegen Paulus zegt, gij beweegt me wel bijna om een christen te worden. En de derde keer vinden we het in de eerste brief van Petrus. Als je als christen leidt. En christen betekent simpelweg, het Griekse woord Christianos betekent simpelweg volgeling van Christus. Je zou dus kunnen zeggen, zoek er niet te veel achter, christen betekent volgeling van Christus. Maar het aardige is dat de catechismus er wel meer achter zoekt.
Want de catechismus zegt, ja wacht even, je bent een volgeling van Christus, je hoort bij Christus, en dat betekent dat woord christen ook, maar het betekent ook dat je deel hebt aan dat wat Christus ook ontvangen heeft. Met andere woorden, de zalving die op hem was, is ook op ons. En hier wordt dus een veel diepere zin gegeven aan dat woord christen. Wij zijn christen omdat wij dezelfde zalving als Christus hebben ontvangen. Het begint ermee dat ik door het geloof, staat hier, een lidmaat van Christus ben. In het Nieuwe Testament vind je dat eigenlijk zo niet letterlijk terug. Daar is het altijd een lidmaat van het lichaam van Christus. Het is een beetje een korte formulering. Denk aan 1 Korinthe 12, wat voor een groot deel daarover handelt, over het lichaam van Christus met de verschillende leden. Als één lid leidt, leiden alle leden, u weet het. En er wordt ook over die verhoudingen tussen die leden gesproken. Dit is een verkorte zegwijze. Paulus zegt, we zijn leden of lidmaten van het lichaam van Christus. Maar het is zijn lichaam en daarom zegt de catechismus, we zijn lidmaten van Christus. En dan staat er, en daardoor heb ik deel aan zijn zalving. Of zoals ik het net formuleerde, zijn zalving, de zalving die op hem was, is onze zalving geworden. En dat wordt dan uitgewerkt in precies diezelfde drie ambten. Ik zal u dat uit de schrift laten zien, want u kent de plaatsen wel, het zijn er niet zoveel, maar we hebben ook maar één of twee genoeg. 2 Korinthe 1, vers 21, daar zegt Paulus aan de Korintiërs, 2 Korinthe 1, vers 21, dat wij ook gezalfd zijn en van zijn geest hebben ontvangen. En Johannes schrijft er tweemaal over in 1 Johannes 2, in vers 20 en 27. Jullie hebben de zalving van de Heilige. Oppervlakkig gesproken zou je kunnen denken, dat betekent de zalving van de Heilige Geest. Nee, het betekent de zalving die wij van de Heilige, dat is Christus, ontvangen hebben. Dus het is een zalving met de Heilige Geest. We zijn gezalfd met de Geest, maar die zalving is ons geschonken door de Heilige. En dat is bij Johannes een naam voor Christus zelf. Het is maar een klein puntje, maar de zalving hebben we van hem ontvangen. Maar het is een zalving met diezelfde Geest. De olie is in figuurlijke taal ook op ons. En dat is heel mooi dat de catechismus deze diepere zin geeft aan dat woord christen. Want het is een aspect dat in het gewone dagelijkse christelijke leven nou niet direct zo'n grote rol speelt voor heel veel christenen. Het feit dat de zalving van Christus op je is. Neem alleen al een zeer moeilijke tekst die al tot heel wat hoofdbrekens heeft geleid. Johannes 14, vers 12. Wie in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen en hij zal grotere doen dan deze. Nou, lees de commentaren er maar op na, wat daarmee moet worden aangevangen. Maar ten diepste gaat het hier over diezelfde zalving. We hebben niet veel redenen om ons te vergelijken met de Heer Jezus als het om onze praktische wandel gaat. Maar je kunt dat ook te eenzijdig vroom benadrukken. Dat we vooral zo anders zijn. Zoals wij dat op de zondagsschool leerden. Ach nee, ben niet als Jezus, dat ziet een elk aan mij. Ja, dat kun je kinderen bijbrengen. Je kunt kinderen ook bijbrengen dat het Gods grote plan van je leven is dat je wel op de Heer Jezus gaat lijken. Dan leg je het accent wel even wat anders. Want wij zijn niet als Jezus in onze praktische levensopenbaring. Maar de zalving die op hem was, is precies dezelfde zalving die op ons is. Er is maar één Heilige Geest, er is maar één zalving. En die zalfolie is op ons. Dat is prachtig in Psalm 133, niet waar? Zo'n kleine psalm waar broeders eendrachtig tezamen wonen. Nou, u weet, dat is een hele opgave met 15 soorten gereformeerd en 150 soorten evangelisch. Om in eendracht samen te wonen, maar het geheim ligt daarin dat de zalfolie is op het hoofd van Aaron in die psalm. En die stroomt rijkelijk naar beneden. Ik heb menige keer zalving meegemaakt en ook zelf wel toegepast. En dan waren we er altijd Hollands bescheiden in. Met een heel klein beetje zalfolie op iemands voorhoofd. Maar daar druipt de zalfolie aan alle kanten naar beneden. En als het gaat om eendrachtig samenwonen als broeders, dan heb je inderdaad rijkelijke zalving nodig om dat te mogen beleven. Heel veel werk van de Heilige Geest
om dat ellendige vlees van ons eronder te houden. Want dat is het wat altijd de verdeling en de partijschappen en de twisten en de sekten teweeg brengt. Dus daar begint het mee. Je bent een lidmaat van Christus en je hebt deel aan zijn zalving. Nu zou je verwachten dat de catechismus het wel wat duidelijker gezegd zou hebben. Je moet even wat dieper kijken en dan ineens zie je het. En dat zien wij vanavond niet voor het eerst, dat is natuurlijk al heel lang gezien. Maar je vindt hier diezelfde drie ambten terug. Misschien is het uit bescheidenheid dat de schrijvers van de catechismen diezelfde woorden niet op ons toepassen. Maar het Nieuwe Testament doet dat ook, dus je mag het met vrijmoedigheid doen. Wij zijn profeten, we zijn priesters en we zijn koningen. U schrikt er misschien even van, u had dat niet gedacht, maar het is toch echt waar. Nu is het met dat woord profeet zo, dat je zou kunnen zeggen, ja, maar dat is een van de vijf bedieningen in Efeze 4 vers 11. En ook, het is een bijzondere genadegave in 1 Korinthe 12. Kun je nou wel zeggen dat we allemaal tot dat profetisch ambt geroepen zijn? Nou, ik geef u even te denken dat ene mooie vers in 1 Korinthe 14, waar we lezen als allen profeteren. En er komt een onkundige binnen die zal zeggen, God is hier. En ik geef u te raden om daar eens over na te denken. Wat zou dat zijn? Een gemeente waar alle profeteren. Als u er niet uitkomt, mag u het straks aan me vragen. Maar ik zeg het nou nog niet. Maar de catechismus legt het zo uit. En dat is ook heel mooi. Opdat ik zijn naam beleid. In dat ene zinnetje gaat het over het ambt van profeet. Het beleiden van zijn naam. En u zou zeggen, nou, hoe krijgen we dat nou bij elkaar? Nou, ik zal u een vers geven dat dat precies uitdrukt. Handelingen 1 vers 8. Waar de Heer Jezus in die 40 dagen tussen zijn opstanding en zijn hemelvaart met zijn discipelen spreekt over het Koninkrijk Gods. En dan zegt hij, jullie zullen kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over jullie komt. En jullie zullen mijn getuigen zijn tot aan de einde der aarde. Het is mooi om een preek erover te houden wat er gebeurt als je kracht van de Heilige Geest ontvangt. Ik kan wel 15 dingen noemen, maar dit is er één. En niet de minst belangrijke. Jullie zullen mijn getuigen zijn tot aan het einde der aarde. En dat is wat hier staat. Opdat ik zijn naam beleid. Je zou rustig kunnen zeggen. En je vindt dat meermalen in het Nieuwe Testament. Een geloof kun je nooit alleen voor jezelf hebben. Dat is eigenlijk ondenkbaar. Ik bedoel daarmee dat je in je hart gelooft. En dat het niet naar buiten komt. Dat je het voor jezelf houdt. Zo van, daar heeft niemand wat mee te maken, dat is een zaak tussen mij en God. Dat is een grote vergissing. Ik citeer al Romeinen 10, vers 9 en 10. Met je hart geloven en met je mond belijden. Dan zul je behouden worden. Het een kan niet zonder het ander. En op welke wijze je dat doet, dat hangt af van je eigen genadegaven en van je eigen geaardheid. Maar in elk geval is dat wat de Heilige Geest in ons bewerkt. Ik zeg het nog een keer, jullie zullen kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over jullie komt. En jullie zullen mijn getuigen zijn tot aan de einde der aarde. Christen zijn zonder te getuigen van je geloof is ten diepste ondenkbaar. Dat is het regeltje dat over het profetische ambt gaat. Dan het priesterlijke ambt. Mijzelf als een levend dankoffer aan hem overgeven. Dit is eigenlijk meteen het hoogste. Het is ook al één regeltje, maar ja, niet de hele waarheid kan behandeld worden in de catechismus. Dus het belangrijkste wordt eruit gehaald. Maar ik zou beginnen met 1 Petrus 2, dat wij een heilig priesterschap zijn, staat er in vers 5, om geestelijke offeranden van lof, dank en aanbidding te brengen. En dan ook in vers 9, we zijn een koninklijk priesterschap om de deugden van God te verkondigen. Dat zijn allemaal dingen die we met onze mond belijden. Hebreeën 13 vers 15 worden geroepen om voortdurend door Christus een slachtoffer van lof, dat staat er letterlijk, te brengen. Dat is de vrucht van hen die zijn naam belijden. Dat is heel mooi. Maar de catechismus stoot door naar het allerbelangrijkste offer dat je brengt. Dat zijn niet de offers van je portemonnee. Dat zijn ook niet de lofoffers die uit je hart en uit je mond komen, maar dat offer ben je zelf. En de standaardtekst daarvoor is uiteraard Romeinen 12 vers 1.
Ik vermaan u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, daarmee zegt Paulus eigenlijk, in het licht van alles wat ik nu in die 11 hoofdstukken heb beschreven, vermaan ik jullie nu dat jullie je lichamen stellen tot een levende offerand voor God. Met alles wat je hebt en alles wat je bent, ben je zelf het offer dat zich aan God beschikbaar maakt. En dat is heel bijzonder. De hoge priester brengt offers voor het volk. Maar hier wordt er een volk voorgesteld dat zichzelf ten offer brengt. Zoals de Heer Jezus uiteindelijk zichzelf volkomen ten offer heeft gegeven. En het is een dankoffer, staat hier. Een offer waarmee je ook je dankbaarheid naar de Heere God tot uitdrukking brengt. En dan tenslotte die laatste regeltjes hebben te maken met ons koningschap. Met een vrij en goed geweten in dit leven tegen de zonde en de duivel strijd te voeren. In Hebreeën 12 lezen we in vers 4, jullie hebben nog niet ten bloedens toe strijd geboden tegen de zonde. Daar gaat het in vers 3 over wat Christus heeft verduurd van de kant van de zondaren. En dan zegt de schrijver, nou, die strijd gaat nog steeds door. Wat Christus heeft ondervonden van de zondaren, daar hebben jullie nog steeds mee te maken. Zoals de Heer Jezus in Johannes 15 zegt, ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. U bent niet beter, een slaaf is niet meer dan zijn Heer. Als ze mij vervolgd hebben, dan ook u. De strijd tegen de zonde, de strijd tegen de duivel, Efeze 6 vers 12. Onze strijd is niet tegen vlees en bloed. Dat denk ik altijd aan als ik met een ongelovig mens spreek. Die zich als een tegenstander openbaart. Ik moet altijd goed bedenken. Hij zou tot bekering kunnen komen. Ik strijd niet tegen hem. Ik strijd tegen de machten die achter hem staan en door wie hij nog gevangen gehouden wordt. Onze strijd is niet tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden en de geestelijke machten van de duisternis in de hemelse gewesten. En dat heeft te maken met ons koningschap. Dat is bijzonder. Dat is een rijke gedachte. Want koningschap betekent dat we uiteindelijk over de aarde zullen regeren, maar die aarde staat nog onder de invloed, onder de machten van de duisternis. En dan zouden wij wel kunnen zeggen, ja, maar die machten van de duisternis, die kunnen wij niet verdrijven, dat zal Christus doen als hij terugkomt. Dan worden al die machten bedwongen. Wat kunnen wij daar nu aan toevoegen? Maar het is een beetje als met de ondergrondse tijdens de Tweede Wereldoorlog. De verzetsbeweging in Nederland wist ook wel dat zij de vijand niet konden verdrijven. Onmogelijk, daarvoor hadden ze de kracht niet. Maar ze konden het die vijand wel knap lastig maken. Ze konden wel deeloverwinningen tegen die vijand behalen. En zo is het met ons. Zo wordt er van de jongelingen in 1 Johannes 2 gezegd, jullie hebben tegen de boze gestreden en jullie hebben overwinningen behaald. Dat is niet de eindoverwinning, die komt nog. Maar jullie hebben overwinningen behaald. En die strijd tegen de machten is de voorbode van die tijd dat al die machten onderworpen zullen zijn. Christus zal regeren met de zijne. En die strijd tegen de zonde en de duivel hoort daarbij. Ik vind dat heel bijzonder dat dat hier met het koningschap van de gelovigen, staan die woorden hier helemaal niet, met het koningschap van de gelovigen wordt verbonden. Nu de strijd tegen de machten, die deze aarde nog in bezit lijken te hebben, en ook in ons eigen leven af en toe nog binnen kunnen dringen en waarmee we te doen hebben, maar straks tot in eeuwigheid met hem over alle schepselen te heersen. Tot in eeuwigheid. Niet alleen maar een 1000-jarig vrederijk. Zoals Christus tot in eeuwigheid regeert, zegt Daniël 7, zoals ik het al noemde, zo staat het ook van ons. In Openbaring 22 zelfs nog. Zijn slaven zullen met hem regeren tot in eeuwigheid. Wij delen dus zijn profeetschap in de mate waarin het ons mensen gegeven is, zijn priesterschap en zijn koningschap. Hij is de hoge priester, hij steekt ver boven ons uit, maar wij zijn priesters. Hij is de koning der koningen, maar wij zijn koning. Hij is de profeet met een hoofdletter, maar ook de profetische dienst functioneert onder ons. En het is alles een voorbode. Hier worden we, ook al moet je dat allemaal tussen de regels doorlezen, maar dat komt verderop in de catechismus nog wel uitvoeriger aan de orde. Het is alles een voorbode van het koninkrijk zoals het straks bij de wederkomst en volle geopenbaard wordt. Ons drievoudig ambt
is altijd daarop gericht. Wij belijden zijn naam, opdat die naam van Christus nu al in deze wereld wordt grootgemaakt. En mensen worden toegebracht door dat getuigenis. En zo is het met ons priesterschap en zo is het vooral met ons koningschap. We denken er niet alleen maar aan dat we straks tot in eeuwigheid met Christus zullen regeren, zoals we dat in Openbaring 1 lezen, in Openbaring 5 lezen, in Openbaring 20 lezen, wordt meermalen daar betuigd. We zullen als koning met hem regeren. Maar ook nu. Wat deze wereld nodig heeft, zijn mensen die zich koninklijk gedragen. Ik zei straks al, je vindt het in 1 vers, 1 Petrus 2 vers 9. Wij zijn koninklijke priesters. Daarin zit de herinnering aan Exodus 20, toen God tegen Israël zei, jullie zijn een priesterlijk koninkrijk. Een koninkrijk van priesters, dat werkt naar beide kanten. En in het Nieuwe Testament vind je dat ook wat de gemeente betreft zo terug. We zijn op weg naar het koninkrijk Gods. En in de tussentijd oefent Christus zijn profeten en priester en koningsambt uit in de hemel. En wij oefenen het uit hier op aarde. Wat geeft de catechismus hier? Rijke stof tot nadenken over onze roeping en positie in deze wereld. God zegene zijn woord.